Ja, dat kan. En Evi was ook mijn grote crush toen ik naar Samson en Gert keek. En 12 jaar oud was. Ja, ja, je speelde. Ja, speelde. Grappig, maar want dan zei jij zo 28, 30 of ja, zo. 28, ja. Ja, 29. Ja, ja, 29. Dat, ja. Dus jij had nog Samson en Gert. Ja, toen wel, ja. Nee, dat is heel grappig. Dat dus jonge kerels van die leeftijd, dat die nog altijd zeggen, ja, je was de eerste keer dat ik verliefd word. Ja, ja. Dat hoor ik heel vaak op tv zo. Oh, ja, en ik ben ook nog niks veranderd, hè. Ja, dat is nog waar. Ja, ja, absoluut. Ja. Sammy, ik wens je veel succes. En Evi, wat denk je van de nieuwe tegenstander? Hij zegt dat hij niks weet van belangrijke dingen zoals de showbiz. Ja. Ik zit hier tussen twee mensen die veel weten van de politiek. Dus laten de vragen vooral over de showbiz gaan. Ja, ja, dat kan. Ja. Maar ik vind, ja... Ja, we zien wel, hè. Ja, we zien wel, hè. Ja. Toffe mannen. Ja, toffe ja, mannen, ja, toffe mannen. Het is niet zo aardrijkskunde. Nee, Machu Picchu. Wel eens geweest? Nee, nog nooit. Nee. Jij wel? Ja. Ja. Ik heb zo de Inca-trail gedaan. Ah ja, oké. Okay. En dan zo om 5 uur 's ochtends daar aankomen voor alle toeristen en dan daar rondlopen. En dat is prachtig, hè? Wel ver wandelen, maar het is ja, ja. Oh, ja. Hebben jullie eigenlijk een hond ooit gehad? Of, Ja, ja. Ook? En weet je dat die heette? Nee. Sam. Dat is echt dan waar. Een heel intelligent zijn we eerst Sammy en dan is het Sam geworden en dan Sammetje. Ja, een blonde labrador, dat is echt waar. Ah, ja. Super goede police. Eind goed, al goed. Ja. Maar is toch goed afgelopen? Ja, ja, maar je weet dat als politieman staat er en je kunt niks juist doen. Ik bedoel, je gaat brokken maken. Ik dacht dat je gewoon triestig wordt, vooral die een drank. Die... Moeilijk voor de jury. Ik stel voor we eerst luisteren naar de echte brandweersirene. Ik denk, ik zou veel zeker niet. Dat was een soort heel irritant alarm was dat eigenlijk van daarnaast. En ik denk dat dan Evi, denk ik, het dichtst in de buurt kwam, denk ik. En de Sammy geeft dat toe. Ja. Voilà. Ja. Dus de punten gaan naar. 10 seconden. Evi, hè? Evi, hè? Ja. Kun jij goed sirene nadoen, Sam? Nee. Nee. Maar van de police had ik geweten, maar je doet al aan te lopen. Ik zeg, ja, ze weten wat ik zit. Maar er is toch zo'n mopje over... wat hebben een vrouw en een brandweerwagen gemeen? De sirene. Doe dit, doe dat, doe dit. Vandaar dat ik dat dacht. Doe dit. Goed. Dat is een mop die wij niet zouden durven maken. Nee. Ja. Vraag 8, Evi. Ja. Het is meestal het gevolg van love op het eerste gezicht, maar wat is een walk of shame? Sorry. Oei. Oh. Dat is dat je 's ochtends naar je kleren aandoet en naar huis moet wandelen. Dat je dus ergens bent blijven slapen en dat je bij iemand die je niet kent van een one-night stand en dat je dus je kleren terug moet aandoen en dan naar huis moet wandelen 's ochtends. Ja, met dezelfde kleren aan. Ja, ja. En waarom lacht je? Ik heb het nooit meegemaakt. Ja, verschiet een beetje, hè. Ja, ik zou denken dat jij wel... Ons moeder en ons vader die zeggen altijd... Jongen, dat is iemand zijn dochter en dat is geen duivenkot. Amai. Zwaar, hè. Ja. Juist. Zwaar, dat is zwaar. Ja. Dat zijn mooie woorden, Evi. Ja. Zeg. Ik zet hem even uit. Erik. Dat heb ik ook eens voor gehad. Ja, dat is gevaarlijk, hè. Dat is niet tof, hè. Heb je dat voor gehad? Ik heb zoiets van... Ja. Ja. Maar geen blijvende schade of zo. Nee, ik. En jij met de fiets? Nee, ik ben de fiets, ja. Ah, jij met de fiets? Jij met de fiets? Ja. Of enfin. Jij met de fiets? Maar ik rijd elke dag met de fiets. In Antwerpen, ik pak mijn auto niet meer. Laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. Het is een cryptisch vraagje. Evi, welke voormalige Israëlische minister-president is ook een bekende winkelstraat? Wat zeg ik? De beste winkelstraat die ik ken. Die jij kent? Ja. Ik ken, ja. Israëlische, maar dat is niet... Ja. Het is een beetje anders uitgesproken wel, hè. Maar het is... De Arafat. Nee, dat ken ik. Dat is uit Palestina, sorry. Dat is Offrandestraat, dacht ik dan. Maar het is ook niet de mijne. Is...
Een mooie redenering ging hier. dat is Palestina. Meijer, ja. Golda Meir. Ah, ja. Golda Meir is lang geleden natuurlijk. Maar nee, beroemde Israëlische politica. Golda Meir en de Meijer is toch een goede winkel, winkelstraat. Met scorend vermogen. Evi, wie kies je? Tanira. Dit is haar vraag. Sinds mijn deelname aan de slimste mens ter wereld ben ik een bekende naam geworden. Nu, er zijn maar weinig mensen die weten wat mijn echte naam is. Mijn echte naam is Danira Peters. Maar ja, iedereen kwam dan altijd vragen, is dat nu met één E of met twee E's? Ik was dat kotsbeu, dus ik heb mijn naam veranderd in Danira Bokris Terkesiris. Smakkelijker voor iedereen. Maar goed, wat weet jij over die andere ster met een artiestennaam? Stromae. Wat weet je over Stromae, Evi? Een muzikant, een Belgische muzikant. Ja, dus een... Paul van Aver, zanger. Zanger, ja. Alors on danse. Ja. Hij is van Rwanda. Zijn papa, hij kent zijn papa niet. Hij is heel modieus gekleed, met een strikje altijd. En modieus gekleed, een dandy. Strak in het pak. Hip, hipster. Alors on danse, Stromae, Papa Outé, Rwanda, halve Belg, Brussel, Franstalig, stop. Stop, dan gaat de beurt naar Xavier. Hij heeft zijn eigen modemerk, Maestro. Ja, kledinglijn. Ah. Formidable. Ja. Allé. Ja. Dans, daar brak hij mee door, dat was heel goed. Maar Formidable was nog een veel grotere hit. Die zochten we en heeft een eigen kledinglijn. Hè. En heeft nu een rustpauze genomen, omdat er wat problemen waren. Nee, een eigen kledinglijn. Zou het iets voor jou zijn, Evi? Ja, nee, als je iets doet, dan moet je dat goed doen. En ik zou het toch niet kunnen bijnemen. Ah ja, nee. Oké. Nee. Ja, je moet dat soms... Sammy heeft een... je hebt toch iets... Ik heb een eigen kledinglijn gelanceerd, met Jong CD&V. Met t-shirts? Ja, dus er zijn Marcellekes, Eat, Sleep, Shave, Repeat. En dan ook truien en t-shirts waar shave op staat. Ah, ja. Shave. Ik dacht shave. Ja. Ja. Ja, dat is het volgende. Ja, dat is het volgende. Nee, dat is een mooi project. Ja. Nee, dat is ook heel mooi. Kerst... Dank u. Ja. Zalando. Is dat Zalando? Ik weet niet of dat een merk is, maar het lijkt van Zalando te zijn. Dat is een site. Misschien een merk. Denk. Ja, en die, dat is... Een huismerk of zo? Ja, en dat is ook niet zo politiek. Allee, correct. Niet correct. Zo, die... Zeg ik Zalando? Ik bedoel Zalundi. dat is super, dat is echt heel super fair treed en al. We zoeken nog twee antwoorden. Evi. Naar een concert gaan, naar de prostitutie gaan, heel veel drinken. Ja. Stop. Nee. Xavier. Voetballen? Weet ik veel. Stop. Nee. Paintball. Ah, en karten. Ja. Vrijgezellen weekend. Sammy, nou, we weten wel wat jij nu doet. Vrijgezellen. Wat een mooie opsomming. En Evi, wat doen vrouwen eigenlijk op een vrijgezellen weekend? Ik denk eigenlijk dat vrouwen stoutere dingen doen dan mannen. Meen je echt? Ja, maar dat mannen er gewoon nooit achter komen. Ja. De oplossing levert 30 seconden op. Evi, hier komt de eerste puzzel. Ja. Bij de dokter, je bent in Spanje, moet je strijken, vraag het maar en wees beleefd. Wanneer is dat mij? Of bij de tandarts, een wachtzaal. Wachtkamer. Licht ontvlambaar en je zit op een terras en je wilt betalen. Je bent in Spanje. De rekening, alsjeblieft. La cuenta, por favor. Si. En de duivel ligt ontvlambaar. Je moet je strijken. Een hemd, een... Nee. Wacht, je moet je strijken. Je moet die strijken. Het is een duivel, een spook. Nee. Een geest. Nee. Een lucifer. Ja, klopt. Ja. Je mag niet panikeren, je moet blijven nadenken. Dat deed je heel goed. Lucifer, de duivel wordt zo ook wel eens genoemd. Lucifer, het is licht ontvlambaar, je moet strijken. En in de kop van Lucifer zit voornamelijk zwavel. Dan de wachtkamer. Bij de dokter of bij de tandarts. Je leest daar vooral oude tijdschriften en je vraagt je af wanneer is het aan mij. En dan la cuenta, por favor. Je bent in Spanje, je zit op een terras en je wilt betalen. Vraag het maar en wees beleefd. La cuenta, por favor. Is jouw Spaans goed, Evi? Nee, ja, zo Tom Waas Spaans, hè. Dos cervezas en la cuenta, por favor. Ja, nee, ja, komt daar een heel eind mee, hè, in Spanje. Als je graag pintjes drinkt, toch? Ja, lijkt er in ieder geval op. Dan Thailand en, ja, dan heel verrassend, Tomorrowland. Zeer goed gedaan. Koning Filip, heb je wel eens ontmoet, Evi? Heb jij? Nee. Niemand? Nee. Xavier? Nee, ook niet. Nee. Alle. Oh, jawel. Ja? Jawel. Ik was gewoon niet onder de indruk. Nee. Was het met een walk of shame, Nadine? Nee.
Je doet het heel goed. Dank je. En we zien je morgen terug. En dan speel je tegen Evie of Sammy. Wat denk je? Daar, nou. Ja, daar ga ik weer. Hè. Ja. Nee, dus, ik doe het altijd goed als er een vrouw naast mij zit. Dus, ja, Barbara heeft 4 keer naast mij gezeten. Dus was de hele tijd zo... Ah, oei, Barbara is er niet meer. Ja, dus dan kon ik nu naar rechts kijken, naar Evie. Ja. Ik heb het dus begrepen. Ja. Ik vind dat altijd zo'n moeilijke vraag van een eigen. De moeilijkste van heel die quiz, vind ik dat. Ja, eigenlijk, eerlijkheid zelf, de Sammy, want die staat op het moment voor. Ja. Kan je erop gaan, hè? Maar, en een hele sympathieke mens. Ik ben blij dat ik hem vandaag heb mogen leren ontmoeten en leren kennen. Maar je kunt toch voor Evie gaan. Je moet de tijd van de ander op nul krijgen. Dat doe je door een goed antwoord te geven. Want per goed antwoord gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. En de vraag gaat telkens eerst naar de kandidaat met het minste seconde. Roept die stop, dan gaat de beurt naar de volgende. En we zoeken altijd 5 treffers voor de 5 mogelijke antwoorden. Evie staat op 244, Sammy op 371. Dat betekent dat Evie mag beginnen. Malawi. Sammy, ja, tactisch ook goed afgaan. Wordt heel goed gespeeld in die finale. Je hebt nu aan 2 antwoorden genoeg om Evie naar huis te spelen. We zullen zien of dat lukt. Wat weet je over Lech Walesa? Pool, ja? President. Ja, is gebeurd. Wow. Ja. Hij is ook vakbondsleider van de vakbond Solidarność en won de Nobelprijs voor de Vrede. Dat zochten we ook nog. Evie, je hebt echt goed gespeeld hierdoor. Ja, dank u, maar ik moet wel naar huis. Hè. Ja, weet het, ja. Ja, dan moet iemand naar huis. Maar ik vond het heel tof. Sterke tegenspel. Xavier ook, moeilijk te kloppen. Ja, het was gezellig. Dat was tof. Het was inderdaad zeer gezellig. Het wordt geen walk of shame, dat is duidelijk. Hangt er vanaf met wie ik naar huis ga. Ik stuur je in elk geval naar huis met een geweldig applaus. Evie Hansen. Dank je wel.